Dag. Zit je nou toch te prutsen? Sorteren. Waar heb je anders al die vingertjes voor? Mama. Mama. Hou nou toch eens op met de mama papa. Mama en papa zijn weg. De lucht in. Wanneer ze terugkomen, dat weet niemand. Dat ligt aan de wind. Vastgegroeid. Als hij ons nog maar terug wil. Straks wil hij bij zijn oma blijven wonen. Hou er nou eens over op. Weet jij hoe groot de wereld is? Nee. Wereldreis maken kost tijd. Ze komen, als ze komen. Niet eerder, niet later. Maar kan het wel dat ze zo laat zijn? Waait het buiten? Nee. Als het niet waait, staan ze stil. Maar als het wel waait... Oh, dan gaan ze heel hard deze kant op. Of misschien ook wel de andere kant op. Doorwerken, jij? Is nog meer te doen? Een vrachtwagen rijdt met 84 kilometer per uur van A naar B. Hij is 3 uur en 3 minuten onderweg. Hoe groot is de afstand tussen A en B? 256 kilometer en 200 meter. Zitten! U hebt gezegd dat jullie weg mochten. Hoeveel is... 17 gedeeld door 18. 0,944. Dat is alweer goed geantwoord. En dat betekent dat de Pancratiusschool voor het eerst in haar geschiedenis... met de gouden bokaal van het stedelijk hoofdrekenconcours naar huis zal gaan. En dat zal tijd worden ook.
afdeling badmode. Damesbadpak of bikini met gratis opvouwbare paraplu. Hey! Wat sta jij daar nou te staan? Zijn de rekken leeg? Aan het werk jij. Heel lief van je. Dank je wel. Alles. Moeten wij hiervan leven? Hier. Terughangen, nieuw halen, opschieten. Hier. Goed vasthouden. Onzin? Hepel! Ons personeel staat vandaag weer klaar om u te helpen bij uw keuze. Moet u verzoeken onmiddellijk iets aan te trekken. U kunt best eventjes daar naartoe. Daar is genoeg ruimte om zich even rustig om te kleden. Ja, dat hoort. En is dat ook zo? Dat is het precies. Boersmode gaat over enkele ogenblikken sluiten. Wij verzoeken u met uw aankopen naar de kassa te gaan. Morgenochtend om 9 uur staan wij weer voor u klaar. Het is weer raak. Knopen? Het kan echt niet langer.
Zo zien ze je een lepel. Het is hier verboden voor klanten. Weet je dat ik lepel heet? Je weet dat nou niet. Huh? Je hoort het niet vaak, lepel. Als naam dan. Wel natuurlijk schoenlepel of soeplepel. Dat er wel. Mijn oma zegt dat het een goede Hollandse naam is. Ik moet weer verder. We hebben wat problemen. Begrijp het niet. Wie steelt nou al die knopen? Dit is nu de vijfde keer en we kunnen echt niet meer volhouden dat het een ongelukje was of toeval. Dit is doelbewuste vernieling en ik ga hier werk van maken. Als ik kan helpen. Iedereen kan helpen door nog beter op te letten dan hij al deed. Ik ontdekte dat toen met een klant bezig was. Ja, ik heb het ook net eens gezien, maar echt van alles. Het hele. Nog iets, Max? Blijf af, zo gaat hij kapot. Laat me eruit. Ik moet me helpen. Ik moet eerder thuis zijn dan zij. Blijf af! Stil. Dat is juffrouw Broer. Is hier de baas. Is weg. Broer mag niet weten dat ik hier woon. Woon jij hier? Waar zijn je ouders? Ik heb geen ouders. Ik moet weg. Ik moet naar huis. Ik heb het nog druk. Waarmee? Met dingen. Laat het mens toch, zou het vanzelf wel op. Maar het komt eigenlijk heel goed uit dat je er bent. Want ik ben jarig en jij mag op een feestje komen.
al die knopen? Knopen? Hoe weet je dat? Ik woon hier. Ik weet alles. Ik zie je zo vaak lopen met die gekke moeder van je. Dat is mijn moeder niet, dat is mijn oma. En mijn moeder is niet gek. Ken ik je moeder ook? Hoe ziet ze eruit? Leuk en lief. Blond, denk ik. Misschien wel met een paardenstaart of zo. Weet toch wel hoe je moeder eruit ziet? Nee, niet precies. Ze is op wereldreis met mijn vader. In een luchtballon. Hoe lang zijn ze al weg? Lang. Zo lang dat ik eigenlijk maar weet hoe ze eruit zien. Appeltaart of marsepein? Geen appel, ik hou niet van appels. Nou, gefeliciteerd, Leun. Hier, voor je verjaardag. Je mag hem ruilen? Nee, ik hou hem. Het is even wennen. Ik heb nog nooit eerder een cadeau gehad. Hoe oud ben je eigenlijk geworden? Dat weet ik niet. Ik ben het tel kwijtgeraakt. Ik weet niet meer waar ik gebleven ben. Schoenen. Daar. Nooit iets in de winkel laten liggen, lepel. S'nachts kun je doen wat je wil. Maar als de winkel open is, dan moet je stil zijn. Daarom slaap ik overdag. Trusten. Trusten. Met 33 centimeter per uur. In hoeveel tijd is deze slak van A naar B? Marijntje. Mirjam. Karel. Goed, lepel. Kom maar voor de klas. Lepel. Hij wil niet meer naar zijn oma. Hij blijft hier totdat zijn ouders terug zijn. Zit in een luchtballon. Goedemorgen. Lekker geslapen. Ogen.
Zo groot. Ongeveer. Nee, Paul! Hij heeft bruin haar en gaat gekleed in een spijkerbroek, een donkere jas en een t-shirt met bolletjesmotief. Het kind luistert naar de naam Leopold. Nee, mijn ouders! Leopold! Dat zijn je ouders niet. Leopold! Kom bij mij over. Voorzichtig zijn met de nieuwe collectie. We kunnen hem niet vinden. Zal ik gevonden voorwerpen bellen? Gevonden voorwerpen? De politie? Nee, ik ben zijn oma, dus... En Lepel houdt niet van politie. Het spijt me, hij is hier niet. Max, gefeliciteerd. Als ik jou toch niet had? Was iedereen maar zo betrokken met de zaak en zo beleefd en bevlogen. Nou, dan ga ik maar weer eens aan het werk. Vast een stuk lekkerder zonder oma. Wat rusten. Ja.
kom voor Lepel. Lepel is ziek. Lepel is ziek? Ja. Des te beter, dan heeft hij alle tijd om te werken aan de gouden bonkant. Nou, nee, Lepel zelf. Zo maakt u hem nog wakker, meneer Bijts, alsjeblieft. Meneer Bijts, nee. Lepel zit in bad. Hygiëne. Hygiëne is heel belangrijk voor een patiënt. Wilt u hem dit geven? Het is dringend. Lepel, kijk eens wat oma voor jou heeft. Een rekenboekje met allemaal sommetjes. En die ga jij maken. En dan word jij heel erg intelligent. En dan is iedereen vol bewondering. Lepel is niet ziek. Nee, Lepel is niet ziek. Lepel is weg. Dat kan niet. Ik heb hem dringend nodig. Anders ik wel. Wat is nou een knopenwinkel zonder kindervingertjes? Hij moet terug. Wij zijn het roerend eens, meester Bijts. Lepel moet terug. En ik zal u vertellen waar u hem kunt vinden. Het is er. Als mijn ouders nou terug zijn, dan weet ze waar ik ben. Kom mee. Wij verzoeken u met uw aankopen naar de kassa te gaan. Morgenochtend om 9 uur staan wij weer voor u klaar. Hallo, ik moet toch erin. Hallo. Openmaken. Jawel. Prettige avond. Wat staat die kleuren goed en wat zou je ervan vinden als wij samen een keertje met z'n tweetjes? Ja, dat is mijn auto. Ja, die auto is van mij. Dat is mijn auto. Is dat fout geparkeerd? Gaat u geld kosten? Oh ja?
Dank u wel. Hallo, hallo meneer. Ik moet hieruit. Dank je wel. Ja, alsjeblieft. Dat je wegkomt. Weg. Weg ergens anders heen. Kut. Gadverd. Stinkbeest. Jij ook, kindje Pleun? Wie zegt dat ik naar bed ga? Maak zelf wel uit. Tot morgen, Pleun. Dat rusten, lepel. Ik moet u verzoeken weg te gaan. Ja, maar ik moet... Hier binnen wordt niet geslapen. Gefeliciteerd, jij hebt weer een topomzet gedraaid. Dat is de derde op rij en dat is een record. Dus daarom ga ik jou deze speld opspelden. Kom, Max, kussen. Nou, dat was... Bedankt. Ik moet weer aan de slag. Je bent topverkoper of je bent het niet. Max?
wacht jou zo op mijn kantoor. Nu moet u luisteren. Hier wordt niet geslapen. Wegwezen. Wegwezen. Pleun? Ik wil jou vandaag niet meer zien, Max. Je hebt mij diep teleurgesteld. Diep. Diep teleurgesteld. Informatie over twee ballonvaders die al jaren in de lucht zijn. Jaren? Ze hebben een zoon met bruin haar. Het jongetje kan nogal goed rekenen. Bellen. Wat wilt u precies weten? Als het kan, alles graag. Halen. Waar heeft u hem verstopt? U denkt toch zeker niet dat u lepel voor uzelf kunt houden? Waar is lepel? Hij was er niet. Ik heb hem echt niet. U zou hem toch halen? Ja, maar... Moet jij eens goed naar me luisteren? Prutser! Ik kan niet zonder die jongen. Die jongen doet alles voor me. Ja, maar... Toch zo'n beetje slappe praatjes. Ik ga hem zelf wel halen. Maar dan hou ik hem ook. Helemaal voor mezelf alleen. Lepel komt niet meer. Ik moet hem hebben. Een klein uurtje maar. Alleen voor de wedstrijd. Daarna is hij voor u. Ik doe alles. Alles? Ik doe alles voor Lepel. Ik zweer het. Lepel. Ja, ik... Ik dacht, ik kom nog even langs, want ik heb... Over jouw ouders, Lepel.
Jouw ouders... Als ze dit lezen, dan weten ze niet hoe snel ze terug moeten komen. Pleun, dit heeft geen zin. Waarom niet? Hier. Echtpaar uit ballon geslingerd en overleden. Van hun zoon, de driejarige Pelle, ontbreekt elk spoor. Het signalement van Pelle luidt: bruin haar en blauwe ogen. Voor zijn leeftijd beschikt het jongetje over een opvallende rekenvaardigheid. Dat is Lepel. Pelle, ik denk dat Lepel Pelle heet. Denken jullie dat het genoeg is? Ben? Slaap je al? Ja. Ik ga naar huis. Met de moeder die me instopt. Zelf eten. Hier is het veel leuker. Hier is geen moeder. Beter. Niemand die zegt hoe laat je naar bed moet. Ik krijg geen straf als je 's nachts een plas doet. Straf voor een plas? Er zijn moeders die hun kinderen opsluiten in een schuurtje. 1 nacht per plas. Goedemorgen. Gaan zwemmen? Nee. Wat dan? Laten we iets doen. Ga toch niet je hele leven op je moeder zitten wachten? Niet mijn hele leven. Totdat ze er is. Straks komen ze niet. Ze komen wel. Of niet? Wel. Niet. Wel. Bijt steeds nog. Nee. Zo is het echt wel genoeg, hoor, voor een jongen van 9. Nee, voor je het weet is hij zo weer weg. Straks is hij 10, 11, 20. Ik wil dit nooit meer meemaken. Hij heeft het voor zichzelf verprutst. Denk jij dat je klaar bent? Ja. Hier, witte bij de witte, blauwe bij de blauwe, rode bij de rode, zwarte bij de zwarte. Wel. Niet. Wel! Wel! Niet! Ze zijn dood! Je ouders zijn dood, Lepel. Dat is niet waar! Ze komen heel snel! Ze zijn er bijna! Je zit gewoon te liegen! Ik lieg niet! Je moeder is dood! En je vader ook! Hou op! Ze zijn naar beneden gestort! Met een luchtballon! Je zit gewoon te liegen! Je heet geen Lepel, je heet Pelle! Hij is los! Doe dat maar! Hij is los! Ja, maar ik zie niks! Ballast op de baan! Kom te laag! Hier ballast eraan! Pak je troefers! Kom te laag!
het niet! Lepel. Waar is Pleun? Ik had het je moeten zeggen. Van je ouders. Dat ze dood zijn. Ik had het je moeten vertellen, maar ik kon het gewoon niet. Hey. Ik weet hoe het is om naar iemand te verlangen. Ik droom elke nacht van broer. Ik droom elke nacht van mijn moeder. Ik ga. Waar naartoe? Naar huis. Naar welk huis? Toch niet naar Koppenol? Ze is mijn oma. Laat die rommel maar. Hij gaat een lepel halen. Lepel! 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 Lepel, luister. Koppenol is niks. Ze is helemaal niks van je. En zeker geen familie. Als Koppenol familie was, dan wist ze je naam. Dan heette je nu Pelle. Jouw oma is helemaal jouw oma niet. Ze heeft niks over je te zeggen. Helemaal niks. Lepel. Roep niet eens meer mijn oma. Maar het was je oma niet. Nou en! Oma! Oma! Oma? Oma! Je bent er niets over me te zeggen! Helemaal niets! Weet je misschien de dozen met maat 7?
planken erboven. Oh, okay. Ik ben... Ik zei dat je weer terug was naar je oma. Ik heb geen oma. Koop nou helemaal niets van me. Ben, ik ga moeder zoeken. Een leuke. Moeders zijn niet leuk. Ja, dat weet ik nou wel. Maar ik wil gewoon een moeder. Straks iets je. Corine, zou jij naar de winkel willen gaan? Het is heel druk. En of je even naar de kassa wil kijken, kassa 3. Ja. Gaat over enkele ogenblikken sluiten. Wij verzoeken u met uw aankopen naar de kassa te gaan. Morgenochtend om 9 uur staan wij weer voor u klaar. Ze gaan sluiten. Nou, en? Ik dacht dat jij label wilde. Wil ik ook. Nou dan, beetje flink zijn. Jij zoekt beneden. Ik blijf boven.
gaat ze. Veel geluk. Hé, niet weggaan. Jij wou moeder, ik niet. Zijn. Motormassa. 360. Pikken. 200. Dat doe je wel vaker. Meestal klopt het. Aanloop. 75 meter. Snelheid. 45. Dan is de spronghoek 18 graden. De spronghoek? Duizend kilometer dwars door Afrika. Oerwoud, steppen, woestijn. Nergens asfalt. En leeuwen en krokodillen om je tent. 'S Nachts wachtlopen, zorgen dat je vuurtje blijft branden. Vlotten bouwen om rivieren over te steken. De bomen inklimmen om de weg te vinden. En dan is het natuurlijk ook nog een wedstrijd. Dus je moet doorrijden, accelereren, berekenen wat je kansen zijn. Maar dat kan ik. Het is allemaal een kwestie van inzicht, kracht en teamwork. Het mooiste wat er is. Ik wil eigenlijk vragen, hoe vaak heeft u al meegedaan? Je kunt alleen meedoen als je een team hebt. Er zijn geen vrouwen in deze sport en mannen die rijden liever met elkaar. Ik droom iedere nacht van woestijnen en oerwouden. Maar ik ben er nog nooit geweest. Jullie hebben een eind gelopen. Daarachter. Dat is ook toevallig. Ik werk hier om de hoek. Dat is gezellig, hè? Pleun en lepel. Lepel, toch? Je naam hoor je vaak de laatste tijd. Nou, wel thuis. Zou je geen kind willen?
Ik? Een kind? Nee, ik heb verstand van auto's, niet van kinderen. Ik vind het wel fijn dat u daar geen verstand van heeft. Een auto, die kun je in de schuur zetten, maar een kind... En wat moet ik in mijn eentje met een kind? Jullie weten me te vinden! Graag een moeder. Maar niemand wil hem hebben. Niemand wil hem hebben? Wie zegt dat? Daar geloof ik niks van. Dat is zo'n lief jongetje. Wie wil dat nou niet? Broer. Hebben jullie broer gevraagd? Ze moeten niet aan denken. Lepel, ik... Door mijn werk, ik denk dat ik mag zeggen dat ik kijk heb op vrouwen. Wat zou je ervan vinden als ik er eentje voor je uitzoek? Een moeder. Ik was hier vanmorgen om 8:30. En ik wil naar binnen gaan, ik zie dit. Maar ik heb gekeken, dus ik mis niks. Dat is toch onbegrijpelijk? Wat zoeken ze hier? Goedemorgen en welkom bij Broers Mode. Ons personeel staat ook vandaag weer klaar om u te helpen bij uw keuze. Deze zal u prachtig staan. Ik zoek eigenlijk iets voor mijn dochter. Vaker of... Stil maar. Ja. Ah ja. Dank u wel. Zoek nog even verder. Tot ziens. Heeft u veel ervaring met kinderen? Ja, konijn gehad. Ah, konijn. Ja, leuk. Kan hij ook schoenen poetsen? Afwassen? Knoop aannaaien. Goed. Dank u wel. Ik ben zo eenzaam. Ik heb gewoon een kind nodig. Ja. Niemand houdt van mij. Ja. Niemand bestaat. Goed. Ik ben verdrietig en ik ben goed. Alleen. Dank u.
Tafel. Wat leuk om jou weer te zien. Hey, kom je nog eens een keer langs met Pleun? Nou, hier werk ik dus. Bedankt. Tot ziens. Hier is nog plaats, hoor. Er zijn nog hokjes vrij. We komen voor hem. Krijg je hem erbij? Ja. Was het maar waar. Komt allemaal aan de beurt. Ik wil geen kinderen in de eentje. Maar als ze nou niet meer alleen is. Je bedoelt met Max bijvoorbeeld. Mm-hmm. Nee, dat wordt niks. Max durft niet. Hij moet indruk op hem maken. Hoe doe je dat? Nou, niet met chocola. Ik heb haast. Waarom? School van nu gaat toch niet winnen. Vooruit, ga weg. Lepel wil wel meedoen met de rekenwedstrijd. Onder één voorwaarde. Waar is Lepel? Eerste voorwaarde. Is goed, ik doe alles. Alles is goed. Geef mij een lepel. Geef mij een auto. Nee. Oké, dan niet. Dan doet Lepel mee voor een andere school. Hoe weet ik dat Lepel hierachter zit? Nou, 463 keer 19. Hoeveel is dat? Lepel. Sleutels. Nee, eerst moet er gewonnen worden. Kom, Lepel, we gaan. Nee, hier blijf. Je kunt hem nu al vasthouden, maar je kunt hem niet laten winnen. Wat is het 3 plus 3? 33. 6. De sleutels. Nee, eerst winnen, anders gaat het niet doen. Een auto rijdt in 40 minuten van A naar B. De afstand tussen A en B is 86 kilometer. Wat is de snelheid van de auto? 129 kilometer per uur. Is goed geantwoord. Hoeveel is 82 gedeeld door 14? 5,7. 53 staat tot 106 is als 19 staat tot 38. Hoeveel is 163 keer 73? 8.899. 63.218. 43.371. Hoeveel kilometer heb ik dan afgelegd? 252 kilometer en 200 meter. Dat is ook goed geantwoord. Hij heeft 7 koeien. Iedere koe produceert 281 liter melk per dag. 77,45. Hoeveel liter melk geven 26 koeien in de maand? 238.030. Een kwadraat is 94, hoeveel is... 99. Dat is heel goed geantwoord. De laatste. Daarna weten we welke school de gouden bokaal mee naar huis neemt. Let goed op. Stilte in de zaal graag. Hoeveel is
7 3/8 keer 19 25. Dat is goed geantwoord! Dat betekent dat de Pancratiusschool groen heeft! Ja! Als je moeder hebt, kom je dan nog een keertje bij me logeren? Tuurlijk. Lepel, Lepel, je ouders zijn geland. Het is een grote luchtballon met je ouders. Lepel's ouders zijn dood! Ze zijn terug, je ouders. En ik breng je naar ze toe. Niet geloven! Hij wil gewoon zijn auto terug. Hij zit gewoon te liegen! Pas op die pik! Pas op die pik! Lepel, je ouders leven niet meer! Max heeft toch uitgezocht? Maar Max zich maar heeft vergist. Kijk daar! Lieve jongen, ja.
En ik ken niemand die zo kan lachen als hij. Heeft u ook meisjes? Ja, ik heb 5 zonen. Ik zou nu wel eens een leuke dochter willen. Goed. Bedankt. Tot ziens. Ik heb 167 moeders gesproken. Wie is de liefste? Het is moeilijk. Ik moet hier heel goed over nadenken. Ja. Ga je mee? Waar gaan we heen? We gaan een stukje rijden. Kun je rustig nadenken. Ik kan niet rijden. Iedereen kan rijden. Er is niks aan. Ja, dus die. Starten. Oh. Waar is Pleun? Koppeling. Oh. Pleun komt zo. Waar gaan we heen? We gaan een eindje rijden. Rechtsaf. Het is niet makkelijk hoor, om een lieve moeder te vinden. Hé, dat is broer. Straks denkt ze dat we haar volgen. Nou en? Ik ga niet achter broer aan. Gas! Kom op, gas! Wat ik zeg. Ik kan het niet. Komen er nog meer? Nee, dat was het. Je rijdt lekker door, Max. U trouwens ook. Een cilinder heeft hij van jou, als ik vragen mag. Cilinder toch? Ach, het gaat om de drijfveer van de chauffeur. En om goed gas houden natuurlijk. De juiste spanning van de banden. Thank you.
willen jullie binnen wachten? Dit kan nog wel even duren. Begrepen dat jullie elkaar kenden. Zullen we het ze vertellen? We weten het al. Allang, het was ons eigen plan. Max heeft beloofd dat Leep op een nieuwe moeder krijgt. Ja, dat valt nog niet mee om een geschikte moeder te vinden. Max zou er eentje uitzoeken. Nou ja, dat was de bedoeling, maar het is niet gelukt. Er zijn namelijk een heleboel verschillende moeders. Je hebt strenge, nette, stugge, verstandige. Maar Lepel die heeft recht op een lieve moeder. We vinden het helemaal niet erg dat u niks van kinderen af weet. Ik? Jullie zien mij toch niet als moeder? Max? Nee. Ik ben geen moeder. Het spijt me. Opvoeden, ik zou niet weten hoe het moest. Lepel heeft nog nooit een moeder gehad. Hij denkt nog dat het leuk is. Lepel? Lepel! Lepel. Ga weg! Ik zorg voor mezelf. Heb je moeder? Nou? Nee, ik heb echt mijn best gedaan, Lepel, maar ik heb niemand kunnen vinden. Ik zou een moeder krijgen. Je hebt het zelf beloofd. Je hebt het beloofd. Lepel. Jouw moeder, dat moet echt een hele lieve zijn. En ik heb er 167 gesproken, maar ze zat er niet bij. Niks. Lepel. Ik weet nog wel iemand die lekker kan onderstoppen. Die graag zwemt. Iemand die heel veel van je houdt. Maar er is wel een probleem. Lepel, jouw moeder. Mag dat ook een vader zijn?
Lara.